Jongens, het is toch een kinderfeest dit? Weet je wat je met al die mensen moet doen? In een bootje zetten en het kogel door de kop. Dat moet je doen. En dan mag je uitzenden. Nieuws. Ja, Sinterklaas is natuurlijk al lang in het land. Maar in Staphorst is er een alternatieve Sinterklaas-intocht. Voor de kinderen uit Staphorst. Vrolijk Sinterklaasfeest! Wat vinden jullie zo mooi aan het Sinterklaasfeest hier? Ja, gewoon een beetje alles. Gezelligheid en alles. Ja. Hier zijn tenminste wel Zwarte Pieten. Alle tradities gaan weg en dat moet blijven. Ja, het is toch de intocht van Sinterklaas in Staphorst? Hebben jullie lang op de Sint gewacht? Hebben jullie al wat gekregen van de Sint? Hé jongens, nou, wat een gezellig Sinterklaasfeest. Of niet dan? Wat zijn jullie leuk gekleed voor dit kinderfeest? Ja, klopt. Ik denk dat kinderen hier echt heel gelukkig van worden als ze jou zo zien. Ja, denk ik ook. Wat was er mis met de andere intochten die er zijn geweest? Weet ik niet, heb ik niet gevolgd, maar die lui wilden er gewoon niet bij hem. Wat zeg je? Die lui wilden er gewoon niet bij hem. Wat niet bij? Die kikhoudt Zwarte Piet niet, het is een kinderfeest. Kinderen maakt het toch helemaal niet uit of een Zwarte Piet nou helemaal zwart is? Nou ja, ik vind dat gewoon een traditie, dat moet gewoon blijven. Jongens, waar zijn de eieren voor nodig eigenlijk vandaag? Ja, ik heb honger. Wat zeg je? Ik heb honger. Dan eet je toch pepernoten met Sinterklaas? Ja, dan ben je niet te vreten, die ding. Kijk eens aan. Nou, dit is dus leuk. Dit zijn de Zwarte Pieten die worden ingezet om KO, kick-out Zwarte Piet, tegen te houden. Dan wordt hier dan dus met eieren gegooid. Jongens, het is toch een kinderfeest, dit? Het is toch een kinderfeest, jongens? Even een vraagje. Je hebt hem al gevraagd. Het is toch een kinderfeest, dit? Ja, precies. Ik heb hem gevraagd, hè, met dat ding. Maar dit is toch een kinderfeest, jongens? Ja. Wat zijn jullie nou aan het doen? Zit je nou op mij te spugen? Ik hoor je niet. Zit je nou op mij te spugen? Wat doe jij nou? Jongens, het hoort toch een kinderfeest te zijn? Ja, maar dit is een kinderfeest. Maar die kick-out van Zwarte Piet hoort er niet bij. Nee, ja, wat zijn jullie dan hier aan het doen? Tegen gewoon. Ze verdenken deze auto ervan dat het eventueel kick-out Zwarte Piet zou kunnen zijn. Kijk, nou, dan zie je dus wat er gebeurt. Er is maar één politieagent bij, want ja, het zou een Sinterklaasfeest worden. Maar het begint steeds meer op een Sinterklaasoorlog te lijken. Ja, hey, weg met dat ding! Weg met dat ding! Nee, het kan dus niet. Nee, jawel, weg! Nee! Ja! Dit is toch gewoon jullie Sinterklaasfeest? We mogen toch verslag doen van jullie Sinterklaasfeest? Ja, dit is Sinterklaasfeest, dat klopt. Maar niet met z'n volk als hier. Dit is toch een kinderfeest, jongens? We mogen toch daar verslag genoeg. Houd je bek nu maar gewoon. Ja, wij zijn net gewoon aangevallen puur omdat we hun Sinterklaasfeest vastleggen. Nou, je ziet, het is weinig politie, auto's worden gemolesteerd. Als ze ook maar denken dat je eventueel bij kick-out Zwarte Piet zou horen. Het is een hele bijzondere intocht hier in Staphorst. Ja, wij kregen op een gegeven moment te horen dat hun hier zouden gaan demonstreren. En toen gingen natuurlijk in Staphorst al snel rond van ja, dat is absoluut niet de bedoeling. Dus toen hebben wij met onze eigen organisatie gewoon iets opgezet. Om het wel gewoon vredig te laten verlopen. En dat is tot nu toe gewoon gelukt. We hebben net te horen gekregen dat de demonstratie van kick-out Zwarte Piet is afgelast. En wat betekent dat voor Staphorst? Ja, gewoon een overwinning. En dan moet je kijken, gewoon een super kinderfeest, druk bezocht. En daar doen we het voor. Een hele goede dag. Kick-out Zwarte Piet kon niet meer demonstreren. Niet? Nou, dat is heel fijn. Wat zegt u? Dan blijft het gezellig. Het is toch een schande dat de KOZP dit gebruikt als een rode lap op een stier. Een kinderfeestje verknallen. Hoe flink kun je zijn? Ja, je mag toch een demo. Ja, je staat dus vrij in Nederland om te demonstreren. Dus. Je kunt ook ergens anders demonstreren. Het hoeft dan niet in Staphorst. Kom op, man. Nou ja, goed, een demonstratie. Kom een andere keer. En niet op een kinderfeestje. Dus je keurt het niet af wat er gebeurt? Ik keur het wat ze gedaan hebben niet helemaal. Een kinderfeestje verpesten, dat keur ik af. Ja, maar wie lokt het uit dan? Dat is KOZP. Die lokt het uit. Kick-out Zwarte Piet komt inmiddels niet meer demonstreren. Nou, dat is een goede zaak. Dat is hartstikke fijn. Dat is een goede zaak. Goede zaak dat ze hier komen. Er was wel blikschade aan auto's. Ze zijn bekogeld met eieren en er zijn pepernoten tegen de ramen. God, wat vinden jullie daarvan? Ja, dan hadden ze gewoon mooi thuis moeten blijven. Je mag natuurlijk in Nederland gewoon demonstreren, hè? Het is een vrij land. Ja, ja, dat klopt. Maar? Vrij land. Dus dan moeten ook onze, hoe zeg je dat? Onze tradities moeten hier dan ook gewoon blijven. Ja, maar blikschade aan auto's, ruitenwissers eraf trekken, kan dat gewoon?
Nee, dat kan niet. Dat hoort niet. Dat kan niet, dat hoort niet. Dat hoort niet. Maar ja, als ze hier niet gekomen waren, was het ook niet gebeurd. Nederland is een vrij land waarin je mag demonstreren. Ga dan in Den Haag demonstreren, niet hier. Daar moet je zijn. Wij houden van onze kinderen en we willen voor opkomen. En dan hoeven een paar van die Mongolen uit Amsterdam of uit de kut buitenland, hoeven ze niet komen. Hier zijn ze niet welkom. Ze durven echt gewoon niet meer Staphorst in te komen. Ja, dan moeten ze op een andere dag komen en niet op deze manier. En dan is het gewoon, zijn ze altijd welkom, toch? Ja. Er valt helemaal niks te rellen nu. Hey! Voor wie komt Sinterklaas? Het is toch een kinderfeestje, maar dan... Ja, en dan moeten een paar van die kutmogolen moeten hier komen om al die kleine kinderen te gaan dwars zitten. Weet je wat je met al die mensen moet doen? In een bootje zetten en het kogel door de kop. Dat moet je doen. En dan mag je uitzenden. Dus kun je beter naar Den Haag gaan, dan kunnen ze bom ploffen. Laat Poetin even komen. Laat de bom hier komen. Maar van Sinterklaas blijf af. Zwarte Piet ook. Want het is juist racistisch wat zij doen. En niet wat wij doen. Ja, wij houden van onze Ponieuws-kijkers, maar we houden vooral van onze subscribers. Dus zorg ervoor dat jij na vandaag geen video meer mist door hier even te klikken. Ben jij een echte topper?